Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je vertellen welke boeken ik heb gelezen in de maand december. Ik heb het lijstje er net bij gepakt en in december las ik maar 4 boeken. En dat is voor mij doen best wel weinig. Maar goed, ondanks dat ga ik je vertellen welke boeken ik heb gelezen en wat ik er uiteraard van vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke boeken ik heb gelezen in december, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen heet het boek Meest Begeerde Bad Boy en is geschreven door Annika Martin. Dit boek gaat over Jackson en hij is een voormalig F1 coureur. En hij is eigenlijk de erfgenaam van het miljardenbedrijf van zijn verongelukte ouders. Zijn ouders zijn niet zo lang geleden verongelukt en hij wordt eigenlijk meteen op de positie gezet dat hij alles moet overnemen. Eigenlijk is hij het ook totaal niet eens met de manier waarop zijn ouders dit allemaal hebben geleid. Maar ja, goed. Hij moet dit eigenlijk verder voortzetten. Maar zijn ouders die hebben een facade van goede daden opgebouwd om hun wanpraktijken te verbergen. Hij wil eigenlijk met het bedrijf Wycliffe Inc. niks te maken hebben. Maar hij wordt gedwongen om de medewerkers van het bedrijf toe te spreken. En dan zit hij er ook nog middenin. De medewerkers van dat bedrijf worden eigenlijk naar een ruimte overgebracht. Waar ze dus naar de toespraak moeten luisteren. En ook Yara zit daarbij. Als ze naar die toespraak hebben geluisterd... begint Yara eigenlijk een beetje voor de grap deze Jackson na te praten. En hebben ze eigenlijk niet in de gaten dat op dat moment de apparatuur nog open staat en deze Jackson alles kon horen. Haar collega's zeggen dan ook, nou we gaan je absoluut niet verraden. Dit blijft gewoon onder ons. Ze kunnen er nooit achter komen wie dit heeft gedaan. Jackson daarentegen wil heel graag weten wie hem eigenlijk zo belachelijk heeft gemaakt en besluit dan undercover bij dit bedrijf te gaan werken. Dat is eigenlijk een modebedrijf en ze hebben daar ook een leidinggevende die eigenlijk ook niet echt fantastisch is. Dus Jackson die gaat helemaal vermomd aan de gang bij dat bedrijf en... hij wil dus koste wat het kost uitzoeken wie hem belachelijk heeft gemaakt. Dat gaat in eerste instantie niet zo makkelijk, want niemand wil het loslaten over wie het gedaan zou hebben. Maar Jackson en Yara die krijgen ook eigenlijk wel steeds meer een band. Terwijl Yara probeert hem nog wel een beetje weg te duwen, omdat ze weet dat hij heel erg nieuwsgierig is wie het gedaan heeft. Ook al weet ze niet natuurlijk dat hij inmiddels de eigenaar is van dat bedrijf. Ze moeten een paar keer best wel samen veel klusjes doen en ja, het wordt eigenlijk wel heel gezellig totdat Jackson dus onthult wie hij daadwerkelijk is. Als dan ook nog eens blijkt dat het bedrijf op het punt staat om overgenomen te worden, wil Jackson er alles aan doen om dit bedrijf te behouden. Maar of hem dat lukt... wordt best wel lastig. Hij krijgt wel hulp van Yara hierin. Maar of ze het samen gaan redden is wel de grote vraag. Dat zijn eigenlijk wel de hoogtepunten van dit boek. Ik vond het zelf wel een heel erg leuk boek om te lezen. Ik kon er wel van genieten omdat er ook wel een stukje humor in zat. En dat vond ik zelf wel heel erg tof. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek De Kerstboekwinkel, geschreven door Jenny Colgan. Dit boek gaat over Carmen en Carmen die werkt in een Londens warenhuis, maar vlak voor kerstmis worden de deuren van dit warenhuis gesloten en moet ze met tegenzin bij haar ouders weer gaan wonen omdat ze geen inkomen meer heeft. Haar moeder die stuurt haar dan eigenlijk naar haar zus toe in Edinburgh en...
Hun band is niet fantastisch, want voor haar gevoel is haar zus perfect en lukt Carmen eigenlijk heel weinig. Ze kan er dan aan de slag in een kleine boekhandel. Maar deze boekhandel die staat eigenlijk ook op het punt van instorten. De eigenaar van deze boekwinkel is een cliënt van haar zus. En Carmen die moet deze boekwinkel eigenlijk weer een beetje op poten proberen te zetten. Zodat hij het goed zou kunnen verkopen. Eigenlijk wil Carmen heel niet in deze boekwinkel aan de gang. Maar ze laat zich toch betoveren door de straten die vol liggen met sneeuw. En ze vindt het eigenlijk best wel heel gezellig. De eigenaar van de boekwinkel die wil eigenlijk niet zo heel veel dat er verandert. Want hij vindt het allemaal wel prima. Maar Carmen die gaat gewoon echt grote schoonmaak houden in deze boekwinkel. Ze zorgt ervoor dat de etalages er weer vrolijker uitzien. Degene die de boeken altijd levert, daar vraagt ze ook andere boekexemplaren bij aan. Zodat de verkoop weer een beetje gaat lopen. Ze organiseert zelfs voorleesmiddagen voor kinderen. En dat valt ook niet altijd helemaal goed uit als ze een boek uitkiest die niet zo heel erg vrolijk eindigt. Ze krijgen ook best wel bijzondere klanten in deze boekwinkel. Zo krijgen ze een schrijver waar Carmen ook een tijdje mee optrekt. Maar dat is eigenlijk niet een heel leuk persoon. Ze heeft daarnaast ook nog te maken in het huis van haar zus met de au pair. Die eigenlijk helemaal niet leuk is voor de kinderen. En alleen maar wil dat die kinderen heel gezond eten. En dan heeft ze ook nog eens een nichtje die best wel wijs is. Haar zus is ook nog eens zwanger. Dus dat zij daar in huis komt is eigenlijk ook wel heel fijn. Want haar zus kan niet zo heel veel meer. Want die loopt al een beetje op het einde van de zwangerschap. Ook ontmoet ze een hele bijzondere man die eigenlijk leraar is, maar niet zo veel over zichzelf wil loslaten en die ook een paar speciale boeken bij haar bestelt. Als ze dan eigenlijk gewoon heel erg goed haar schouders eronder zet, gaat de boekwinkel toch steeds weer wat beter lopen, ook al heeft de eigenaar er toch nog wel wat moeite mee. Uiteindelijk krijgt haar zus ook nog eens de baby en vindt ze het toch wel heel erg leuk om weer dichter bij haar familie te zijn, wat ze niet had verwacht. Er spelen ook nog wat leuke liefdesperikelen in dit boek en ze maakt uiteindelijk ook wel wat leuke dingen daarin mee. Maar daarvoor zou je het boek zelf moeten lezen, omdat ik daar niet over te veel over wil spoileren. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Flessenpost, geschreven door Chantal Klaassen. En het boek komt uit de Beach Club Esperanza serie. Dit is deel 1. Dit boek gaat over Chloe. Chloe die heeft net weer een mislukte relatie achter de rug en ze trekt dan tijdelijk in bij haar vriendin Babs. Chloe is op jonge leeftijd al wees geworden, want haar ouders en broertje zijn omgekomen bij een ongeluk en ze is dus eigenlijk verder opgegroeid bij haar oma. Nu ze weer alleen is, voelt ze het gemis van haar overleden ouders en broertje eigenlijk nog meer. En ook het feit dat de gezondheid van haar oma steeds meer achteruit gaat, doet haar best wel veel pijn, omdat ze het gevoel heeft dat ze dan weer helemaal alleen zal blijven. Ze werkt bij een groenteboer en eigenlijk gaat ze elke dag vanuit haar werk bij haar oma langs en nemen ze alle nieuwtjes door. En dat wordt steeds wel wat minder omdat haar oma dus met de dag wel wat slechter wordt. Omdat ze op het moment er zo doorheen zit, rijdt ze naar de Hoek van Holland, waar ze dus vroeger vaak met haar ouders en broertje op vakantie ging. En schrijft ze in een dronken bui een verhaal op papier, stopt dit in een fles en gooit deze fles in de zee. Eigenlijk staat er in deze brief een wens van haar oma. Dan komt ze eigenlijk bij de Beach Club Esperanza terecht en ze ziet dat daar personeel wordt gezocht en solliciteert ze eigenlijk direct.
eigenlijk wordt ze daar heel aardig ontvangen en kan ze ook vrij snel eigenlijk al aan de gang, want ze wordt aangenomen. Omdat het best wel een impulsieve beslissing is, krijgen ze nog even bedenktijd om hierover na te denken en ze besluit om dit aan te nemen. Ze zal alleen in de weekenden daar gaan werken, want door de week zal ze dus gewoon bij de groenteboer werken en haar oma blijven bezoeken. Omdat haar oma dus steeds meer achteruit gaat en haar oma nog een zus heeft, is ze eigenlijk vastbesloten om deze zus te vinden, ook al hebben ze al jaren ruzie. Dit is best wel lastig, want deze zus die woont in het buitenland en ze heeft echt geen aanknopingspunt waar ze moet zoeken. Haar baas heeft inmiddels de flessenpost gevonden van Chloe en dit verhaal grijpt hem best wel aan. En als Chloe hem dan op een dag vertelt over haar verhaal, wil hij wel helpen om deze tante te vinden. Er bloeit ook eigenlijk wel een soort van romans op tussen deze twee, maar ze moeten dit natuurlijk op de werkvloer best wel verborgen houden. Als Chloe dan eindelijk haar tante heeft gevonden en de stap heeft gezet om met haar in contact te komen, wil haar tante heel graag naar Nederland komen, maar blijkt het dat haar tante vliegangst heeft. Dus Chloe zegt eigenlijk, ik kom je gewoon ophalen en ze vraagt dan ook of dat haar vriend mee wil gaan. Haar baas dus van de beachclub. Nou ja, op dat moment zegt hij dat hij niet kan en Chloe is best wel teleurgesteld en weet eigenlijk ook niet of hun relatie verder nog intact is. Haar vriendin gaat dan met haar mee en ze halen deze tante op en zo kunnen ze toch nog een mooi poosje met oma doorbrengen die uiteindelijk toch overlijdt. Of de liefde weer helemaal terugkomt en of dat Chloe de stap neemt om helemaal naar Hoek van Holland te verhuizen, dat laat ik in het midden. Maar ik vond het wel een heel mooi boek en ik moet zeggen dat toen die oma overleed, ik het ook wel eventjes heel treurig vond. Dus het is eigenlijk een boek met een traan en een lach. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Bijna Kerstmis en is geschreven door Marijke van der Elzen. Dit boek gaat over Anna en Anna is dol op Kerstmis en het liefst laat ze Sinterklaas dan ook over om gelijk door te gaan naar de gezelligste tijd van het jaar. Als ze samen met haar vrienden, waarmee ze een bedrijfje heeft, ze zijn met drie, een avondje gaan zitten drinken, komen ze er toch wel snel op dat ze best wel veel geldproblemen hebben met dit bedrijf en ze een investeerder nodig hebben. Anna besluit in een dronken bui om haar ex David een berichtje te sturen dat ze graag een afspraak met hem wil. En uiteindelijk besluit David daarop in te gaan en wordt deze ontmoeting zo gênant dat ze wel naar de investering kan gaan fluiten. Dan ineens duikt haar rijke vader op waar ze eigenlijk al heel lang geen contact meer mee heeft. Maar hij doet haar een voorstel en ze kan het eigenlijk niet weigeren ook omdat haar vriendin, die dus mede haar zakenpartner is, financieel niet heel erg lekker erbij zit. Dan blijkt ook nog eens dat die vriendin eigenlijk wel uit wil gaan met de vader van Anna en lopen deze verhoudingen onderling niet meer zo heel erg lekker. Haar vader heeft alleen echter wel één voorstel, ze moet uit de buurt blijven van David. Nou, dat vindt Anna best wel lastig, want ze merkt dat er nog steeds aantrekkingskracht is, hoe hard ze het ook probeert. Ze krijgen dan ook een eigen bureau in de stad en dan blijkt ook nog eens dat dat pand van David is en hij helemaal niks wist van het feit dat hij dat hun dat bedrijf huurde. En daar komt eigenlijk een beetje gedoe over. Het grote mate van ramp is er dan ook nog eens op de avond dat Anna nog aan het werk is weer voorspeld, waardoor ze eigenlijk niet meer naar huis toe kan en moet ze samen met David de avond en nacht doorbrengen op kantoor en blijkt toch eigenlijk wel dat de gevoelens van beide kanten nog zeker niet over zijn. Dan organiseert Anna een kerstfeest voor het zoontje van haar vriendin en die vriendin die dus met die vader aan het daten is, heeft niet verteld dat zij een zoontje heeft en ze zegt dan tegen haar een vriend van hun van doe maar of het jouw kind is. Dat worden best wel ongemakkelijke situaties. Ook onderling loopt het nog steeds niet heel erg lekker. Omdat Anna het gewoon eigenlijk echt niet leuk vindt dat haar vriendin met haar vader uitgaat. De grote vraag is eigenlijk of David en Anna bij elkaar uit de buurt kunnen blijven. Omdat er zoveel aantrekkingskracht is.
Gaat Anna de belofte van haar vader verbreken of houdt ze zich hier aan? De vraag is eigenlijk, kiezen voor de liefde of kiezen voor het bedrijf? En ja, dat is eigenlijk een beetje de grote vraag. Ik vertel natuurlijk niet hoe het boek eindigt. Als je daar benieuwd naar bent, zou je het zelf moeten lezen. Ik kan me voorstellen dat dit niet echt boeken zijn waar je nu echt zin in hebt, aangezien kerst net voorbij is. Maar met kerstmis is dit boek echt super leuk om te lezen. Dan waren dit mijn gelezen boeken van december. Ik heb er wel weer van genoten. Ik vond het stuk voor stuk wel weer mooie boeken waar ik echt wel in verdiept raakte. Sommige die waren echt inderdaad wel met een lach en een traan. En sommige die las je gewoon heel makkelijk uit. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij als een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je er misschien eventueel nieuwsgierig naar bent geworden. Laat het zeker even weten in de comments. Vind ik altijd wel leuk om te lezen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om deze video te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!